Dit is nieuwsuitzending nummer 165. En die is geheel gewijd aan Pim Fortuyn. En wat ik daarvan weet. Ik heb Pim Fortuyn dus persoonlijk gesproken over de telefoon. In die dagen dat hij directeur-generaal was van het ministerie van de... Wat was dat? De studiebeurs. Zat hij in Groningen. Dat is een enorm groot gebouw. En dan zat iedereen uit te rekenen hoeveel studiebeurs iedere student kreeg. Want, ja, dat kost natuurlijk ontzettend veel arbeidstijd natuurlijk. Hè? En die automatisering, die deugde voor geen meter. En zo heb ik Pim Fortuyn dus een keer gesproken. Daarna, jaren daarna, is hij vermoord op het Mediapark in Hilversum. En het Mediapark... Ik kan even bijpakken. Nee, dat hebben we niet. Ja, dat doen we even voor. Nee, dat doen we niet. Maar het Mediapark in Hilversum, daar ben ik geweest. Daar werkte ik toen. Als programmeur. Voor de automatisering. Hè? Lalala. Voor de NPS-radio of zo. Dus ik ken dat terrein. Daar is hij vermoord. Nou, dit is een boekpresentatie van een vrouw. En die heet Ine Veen. En deze boekpresentatie staat al jarenlang op het internet. En deze dan geüpload op 2011, maar hij stond er echt al heel erg veel lang. Hoor. Ik heb hem echt al voor die tijd gezien. Maar ik maak er weer even een filmpje van. Gaan we eventjes naar de inleiding, even kijken. Een beetje damesgezeur aan het begin met schilderijtjes. En, vind je vast niet zo heel interessant, maar om even een sfeeranalyse te hebben, ja? Onder dat laken, daar liggen dus de boeken. En dat boek dat is geschreven door Ine Veen. En die komt nu naar voren en die gaat een toespraak houden. Die ga ik niet helemaal aan jullie laten horen. Ja, het is net als bij Pim, hè? Die kwam ook al weer op. Dames en heren. Kijk, en daar gaat het om. Pim Fortuyn is niet omgelegd door Lee Harvey Oswald van de Volkert der Graaf of zo. Dat was Volkert van der Graaf niet. Dat was de zondebok. Pim Fortuyn is professioneel geëlimineerd. En diegenen die dat gedaan hebben, die lopen nog vrij rond. En Volkert van der Graaf, Volkert van der G, ook alweer een jaartje of, even kijken hoor, 2014, nou, 3 jaar lang. Het is allemaal let bygones be bygones. Dit boek is geschreven... ter herdenking aan een man die een zeer groot staatsman had kunnen worden. Pim Fortuyn. Ja, dat laatste ben ik met deze dame niet helemaal eens. Ik denk niet dat Pim Fortuyn in de gaten had in wat voor een ertessoep hij zijn rattenstaart aan het roeren was. Uh,
gaan ze daar weer even verder hebben over professor Dr. B. Smalhout. Maar een van die dingen die Pim Fortuyn ontdekt had, dat was de JSF. De Joint Strike Fighter. En er waren nog wat meer schandaaltjes. En meneer Pim Fortuyn, die dacht daar eventjes als onze vertegenwoordiger wat tegen in te kunnen gaan brengen. En was zich totaal niet bewust van het feit dat iedere monarch op deze aarde, deze wereld, die staat onder auspiciën, onder toezichthouderschap van de paus. En als de paus zegt dat wij geld moeten gaan betalen voor een JSF, dan is dat gewoon zo, want de paus is onfeilbaar. En Pim Fortuyn die dacht er tegen in te kunnen gaan. En nog wel andere dingen ook. Een uniek mens dat zijn laatste levensjaren wilde inzetten voor ons volk. Waren het niet dat hem dit onmogelijk is gemaakt? Herdenken gebeurt meestal in stilte. Maar de moord op Fortuyn is een zo afschuwelijke gebeurtenis geweest, welke ons volk diep heeft getroffen en waarom stilte alleen niet genoeg is. Daar heeft ze gelijk in. Het laatste wat ze zei, ons volk is zo diep getroffen dat een rouw met alleen stilte is niet genoeg. En ga daar maar vanuit. Kijk, dat Pim Fortuyn niet in de gaten had dat hij in het verkeerde vijvertje aan het vissen was. Ja, dat is ongelooflijk dom natuurlijk. Maar dat is nog niet een reden om zo'n man dood te schieten. En dat is wel gebeurd. Dat is een moord. Dat was geen doodslag. Dit was een vooropgezette moordoperatie. Op iemand die, net als Willem-Alexander, hè, zoals Maxima, hè, die Maxima. Of is het nou... die vrouw van Willem-Alexander, die zei toen nog van... Willem-Alexander is een beetje dom. Ja, betekent dat dat wij Willem-Alexander mogen doodschieten? Omdat Pim Fortuyn een beetje dom was, werd hij hem even doodgeschoten? Dat mag natuurlijk niet, hè? Dat is een beetje fout, snap je dat? Een beetje over de limit. Dat is een mooi liedje van Madonna. Heet Borderline, Borderline. He? Over de limit. Wat ze met Pim Fortuyn hebben gedaan. Pim Fortuyn had je ook in leven kunnen laten. Daar was je mij wel een keer tegengekomen. Had ik hem verteld. Jongen, je bent gewoon helemaal totaal van tevoren al genaaid met je hele studiefinancierings-automatiseringstoestand. Want hij had het in de gaten. Dat de overheid die werd leeggezogen door een of andere automatiseerder die er helemaal niks van bakte. Altijd te laat was en excuses had en nog meer rekeningen. En de Nederlandse overheid die betaalde zich blauw aan alleen het bijhouden van de bonnetjes per... Hoeveel studenten had je toen in Nederland? 300.000 gaat toch weg? Iets van 100.000 of zo. Nou, 200.000 studenten. Even die kaartjes bijhouden. Kijk, in de tijd van Auschwitz, om even lekker door te denderen, dat je die hollerit had. Er zaten toch 6 miljoen Joden in die kampen. Die hadden allemaal een nummertje bij de hollerit van IBM. Hè? En dan kan je anno, wanneer was dat? Dat moet begin jaren 90 geweest zijn. Het was één grote puinhoop daar, hoor. Iedere student die kon gewoon beweren, ik krijg nog 500 van jullie. En geen ambtenaar die het kon controleren. Nou, dat had ik hem uit kunnen leggen, van hoe dat komt. Hoe dat komt. Kom op Amsterdamse. Had ik hem kunnen vertellen. Maar ja, dat ging dus niet, want in 2002, op 6 mei, was het poeven. Hij heeft in korte tijd vele harten weten te veroveren. Door zijn persoonlijke uitstraling, zijn deskundigheid en vooral door zijn menselijke, maar ook vaak grappige aanpak van zaken. Ja, dat is waar. Hij heeft echt gevoel voor humor. Ik ga even verder, want dan gaan we naar professor Dr. B. Smalhout. Want deze dame, ik heb heel veel waardering voor wat ze heeft gedaan. En zij staat erg stil bij haar verdriet
van het verlies. Maar dan krijg je hier professor Dr. B. Smalhout. En die gaat schuldigen aanwijzen. Het allereerste exemplaar aanbieden. Dat wil zeggen het eerste exemplaar dat van de machine uitrolde. Dat uit de machine rolde. Het is al droog. Mag ik dit aanbieden? Met heel veel. Besef goed dat iedereen heeft het over John F. Kennedy. Ja, of had het over John F. Kennedy. Er is een film gemaakt over John F. Kennedy of zijn moord. Hè. En Pim Fortuyn was toen nog geen premier. Dus er is alleen maar een of andere... Ja, dat is niet zo belangrijk of zo. Er is iemand vermoord. En wie heeft dat gedaan? En we doen daar een beetje vrolijk over. Nou, meneer professor Dr. B. Smalhout. Die houdt altijd van die misdaadcolumns of zo. Hij heeft een column in de Telegraaf. Nog een insider ook. Immers, zoals u zich zult herinneren, zou tot het jaar 2002 was Nederland, of zullen we zeggen politiek, geheel dichtgetimmerd met politiek correcte ideeën. Ideeën die het karakter hadden van dogma's. En u weet, dogma's dat zijn stellingen die je niet hoeft te bewijzen, maar die je op gezag moet aannemen. En je moet ze aannemen of straffen van sociale uitstoting. Wat dat betreft zijn die dogma's te vergelijken met de kerkelijke dogma's die we zo goed uit het verleden kennen. Hier moet ik eventjes passeren. Hij heeft het hier over christelijke dogma's. Pim Fortuyn was een katholiek. En het katholicisme, dat dicteert dogma's. Zoals het dogma van de eucharistie. Ja, je moet eens in de zoveel tijd moet je een ritueel doen. Het moet allemaal op tijd zijn. En de klok die gaat luiden. Ding dong, ding dong, ding dong. Het christendom, dat kent helemaal geen dogma's. Het christendom zegt alleen maar van de laatste zullen de eerste zijn. En zalig zijn de armen van geest. Dus hier maakt hij verspreekt zich en dat vergeef ik hem. Ik weet dan niet of hij nog leeft trouwens. Maar misschien nog wel. U weet, eeuwenlang hebben kerken via dit soort dogma's de bevolking tot blinde gehoorzaamheid gedwongen. Dat is dus niet waar, dat geldt voor het katholicisme. Het katholicisme, dat is de oude Romeinse toestand en daarvoor Babylon. Die hebben ons gedwongen. Het christendom, dat was een verspreiding van geschriften. En die geschriften die verspreidden zich doordat mensen die geschriften lazen, die kregen de zin om dat opnieuw op te schrijven. Dat was de wat je tegenwoordig noemt een kopieermachine.
maar dan van mensen. Dus je gaf zo'n briefje aan iemand en dan ging ze iemand dat gelijk 3 keer overschrijven en die gaf dat weer aan iemand. Dat was niet tirannie waar hij het wel over heeft. Dus hij weet ook het verschil niet. En als je dan twijfelt aan die dogma's, dan wacht je jezelf in de grootste problemen. Dan zet je je bestaan op het spel, of je carrière, en in vele gevallen zelfs je leven. Vandaar ook dat Pim op het idee is gekomen van de thans gevleugelde uitspraak, de linkse kerk, omdat hij de relatie legde tussen deze dogma's in de kerk en de dogma's in de politiek. Kijk, en daar had Pim dus absoluut gelijk in. De linkse kerk. Hij had ook kunnen zeggen de rechtse kerk, overigens. Want tussen links en rechts is niet zoveel verschil. Het is allebei onderscheidend. En de kerk, die dient niets te maken te hebben met de staat. Naar mijn mening dan, hè? Ik wil een strikte scheiding tussen kerk en staat. De paus, die katholieken, en die islam, die mensen van de Mohammedanen, zeg maar, niet allemaal trouwens hoor, want heel veel begrijpen ook wel dat het niet zo heel erg handig is als meneer imam toegang krijgt tot de schatkist. Maar wat gebeurt er dan met meneer imam? En hetzelfde geldt voor onze religieuze leiders. Het is allemaal best dat je op een kistje gaat staan en een verhaal gaat vertellen over jou. Maar voor mij wat dogma of paradigma, jouw idee. Maar dat je daarbij ook toegang krijgt tot ons geldsysteem. Daarmee juist, zodat je unlimited op, dan kan je ook iedereen op stoeltjes laten staan en ook allemaal een verhaal laten vertellen. De grote verdienste van Pim is onder meer geweest dat hij dat knellende dwangbuis van politieke dogma's heeft doorbroken. Hij zette allerlei vraagtekens bij linkspolitieke stellingen, zoals bijvoorbeeld de verrijkende multiculturele samenleving. Hij stelde ook dat de confrontatie... Ja, en wat vinden wij daar onderhand van? Is multiculturalisme een verrijking? Ik vind eigenlijk een klein beetje van wel. Een heel klein beetje hoor. Aan de andere kant, waar het om gaat, is waarom zijn die mensen hier naartoe gebombardeerd? Wie heeft die bommen op die landen gegooid, zodat die mensen hier naartoe kwamen? Het lijkt mij dat die mensen die hier naartoe komen, en wij gaan ze natuurlijk allemaal helpen, krijgen allemaal een teentje of een onderdakje, een huishoudster of weet ik veel, een maatschappelijk werker, dat is allemaal best. Maar degene die die bommen heeft gegooid, die gaat ons natuurlijk vergoeden. Plus 300% zou ik zeggen. Omdat het niet van tevoren gevraagd is. Hè? Als ze van tevoren tegen ons gezegd hadden, van luister eens even Nederlanders, we gaan zo dadelijk bommen gooien op Libië, Syrië, we gaan overal onrust stoken. En dan komen allemaal mensen hier naartoe en die moeten jullie gaan opvangen. Wat kost dat? Kijk, dan hadden ze een offerte gekregen van de werkelijke kosten plus 15%. Maar ze hebben het ongevraagd gedaan. Zonder ons van tevoren te vragen wat het kost. Ja, dan kunnen wij dus achteraf bepalen wat de rekening is. Ze hebben Pim Fortuyn doodgeschoten. Vermoord. De fundatie van onze hoogontwikkelde westerse samenleving. Aan de ene kant met de achtergebleven islamitische culturen. Ja, dit moet ik op ingrijpen. Want dit is fout gevallen bij veel mensen. Achtergebleven. Als een slang vooruit gaat, dan gaat eerst de kop, snap je? En de staart van de slang, ja, die komt als laatste. Wij in het Westen, wij zijn koploper op taalgebied. En wij zijn erg goed in taal.
En dat maakt ons minder gewelddadig. Want mensen die niet goed zijn in taal, die zijn gewelddadiger. Die gaan ook veel meer ruzie krijgen onderling. En daardoor blijft dat achter. Als die taalontwikkeling vervolgens wel op gang komt, en natuurlijk komt die op gang, ja, dan stomen die mensen ons waarschijnlijk voorbij. Nog even opnieuw. Ja. Dus als je taalontwikkeling goed is, dan word je minder gewelddadig. In de zin, dan hoef je niet meer met je vuist op tafel te slaan, want je weet gewoon een dermate perfecte opmerking te maken dat iedereen stilvalt zonder dat jij met je vuist op tafel slaat. Of laat staan dat je je vrouw gaat slaan in het bijzijn van je kinderen. Ik neem aan dat dat van Mohammed, de profeet, de gezegende, toch echt niet mag. Maar dan moet je je laten gelden in het fysieke. Als je taalbeheersing hebt, dan hoeft dat niet. Tot op zekere hoogte dan. Nou, en de mensen in, dus de Arabieren, op de, in Afrika, Afrika, dus de Afrikaners, de Chinezen, ook in Amerika. Dus, dat is niet echt een, is niet de taalgevoelige mens. Het is niet voor niets dat ze in het Amerikaans, dan zeggen ze de hele tijd gewoon profane woorden. Ja, dan zeggen ze gewoon N-E-U-K. De hele tijd. Waar is dat voor nodig? Hè? En die beperkte taalontwikkeling, ja, dat leidt tot gewelddadigheid. Tuurlijk is dat zo. En dat zijn niet alleen de Arabieren natuurlijk. Dat is misschien wel een behoorlijk klein beetje groot foutje geweest van meneertje Pimpje Fortuintje. Want er zijn nog veel meer, hoe moet je dat noemen, ongeletterden. Mensen die maar een heel beperkt vocabularium hebben. Ze kunnen maar een paar dingen zeggen. En dan worden ze niet begrepen. En dan worden ze boos. En dan pakken ze een stoel. En die flikkeren ze door de ruiten van de friettent. Ja, gek hè. Grote conflicten kon leiden. Had hij natuurlijk volkomen gelijk aan. Alleen, het werd hem buitengewoon kwalijk genomen. En die discussie deed men af met de politieke en progressieve jodenen dat dit een vorm van discriminatie was. Er ontstond een gigantische discussie over artikel 1 in de grondwet. Het artikel dat zo gesteld was dat iedere discussie over dit onderwerp eigenlijk niet meer mogelijk was. En Pim zei, als we daar niet over kunnen discussiëren, dan is er wat mis met artikel 1 van die grondwet. En in die grondwet staat onder meer dat iedereen voor de wet gelijk is. Maar er werd uitgelegd door de media dat Pim artikel 1 van de grondwet wilde opheffen en dat hij dus onze hele grondwet aan het aantasten was. Dat hadden ze ook al van hem gezegd toen hij zijn boek publiceerde tegen de islamisering van onze cultuur. Islamisering, als eerste, daar filmineer ik al een hele tijd tegen. Dat is Arabisch. Het is Mohammedanisering. Het is het Mohammedaanse geloof. Dat is gewoon katholiek geloof. De katholieke kerk heeft het Mohammedanisme uitgevonden 300 jaar voordat Mohammed de gezegende überhaupt op zijn sandalen door de woestijn liep, op weg naar Mekka. Naar aanleiding van dat boek is hij onder meer in de televisieuitzending geweest, Het Lagerhuis. Velen van ons zullen zich dat nog herinneren, dat hij moest discussiëren met Marcel van Dam. Ja, en nu komt echt smerige troep naar boven. Goed opletten, mensen. Zoals u weet, wat betreft discussies en ook wat betreft politieke opvattingen, toch een twijfelachtige figuur. Om het voorzichtig te zeggen. En daarbij heeft Marcel van Dam Pim Fortuyn onvoorstelbaar beledigd om te vergelijken met iemand als Adolf Eichmann. Zoals u weet, een van de allergrootste oorlogsmisdadigers die er persoonlijk voor verantwoordelijk was dat miljoenen onschuldige Joodse burgers naar de gaskamers zijn gestuurd.
Adolf Eichmann. Het heeft dus Marcel van Dam gebruikt. Een smerige truc. Hè, om gewoon je tegenstander te vergelijken met zo iemand. En dat Pim Fortuyn gezegd heeft dat die Mohammedanen weg moesten of zo, dat kan ik me helemaal niet herinneren. Ik kan me wel voorstellen dat je als staatsleider, dat je inziet dat er niet ongebreideld allerlei mensen van andere culturen naar binnen kunnen stromen, zonder dat daar van tevoren voorzieningen voor zijn ingericht. Maar ja, er kan er wel wat bij. We hadden toch woningnood in de jaren 70? En dan komen allemaal die mensen hier naartoe. Wat heb je daar dan aan? En waarom is dat niet voorbereid? Als iemand dat tegen je zegt, dan is het bijna niet meer mogelijk een grote belediging te denken. Het pleit voor de beschaving van Pim Fortuyn, dat hij bij die gelegenheid zijn handen heeft kunnen thuishouden. Ja. En Marcel van Dam niet voor het oog van de camera's in elkaar heeft geslagen. Ja, dit laatste is het niet helemaal wat ik zou gezegd zou willen hebben. Het heeft natuurlijk geen enkele zin om Marcel van Dam voor zijn bek te slaan. Behalve, als ik er nou aan denk, had het misschien wel een goed idee geweest. Maar Marcel van Dam, die sluit de werking, de werkelijke teksten uit het boek had gelezen, dan had hij kunnen zien waar het bij Pim om ging. Namelijk, in de eerste plaats nam hij op voor de Nederlandse cultuur, die aan alle kanten bedreigd werd, die verwaarloosd werd en die dreigde te verwoeden. Iets wat tegenwoordig iedereen weet. En in de tweede plaats kwam hij zeer sterk op voor notabene de rechten van de allochtone vrouw. En dan is het onvoorstelbaar dat je zo iemand dan beschuldigt van racisme en van een antistemming tegen allochtonen. Fortuyn pleitte alleen maar voor begrip voor deze situatie. Maar men luisterde niet en werd als racist werd hij neergezameld. En dat alles leidde tot een haatcampagne vanuit het linksdenkende establishment. En dat alles voerde tenslotte tot de dood van de Rotterdamse professor die profetische gaven had. Oké, eventjes terug naar wat hij zei. Over dat linkse establishment. Waar we het over hebben is communisme. En communisme is congruent, gelijkvormig dus. Hetzelfde als fascisme en corporatisme. En die laatste term die ken je misschien niet, maar die komt van Benedito Mussolini. Dat is het eengaan van het bedrijfsleven en de staat. Als de staat en het bedrijfsleven als het één geheel wordt. Dat is hetzelfde als de staat kan je dan zien als degene die voor je zorgt. Dat is dus de kerk. En het bedrijfsleven, ja, dat is het beest. En als de staat het bedrijfsleven totaal onder controle heeft. En als de kerk dus het bedrijfsleven onder controle heeft. Dan ben je de bok. En daar heeft hij het over. Dat weet professor Dr. B. Smalhout niet. Bob heet hij trouwens. Hè? Professor Dr. Bob Smalhout. Zo noem ik hem vanaf nu. Het bizarre is dat zelfs zeer gerenommeerde persmedia, bijvoorbeeld NRC Handelsblad, het Dagblad Volkskrant en Trouw, overpimpelingen publiceren in een taal die normaliter nooit gedoopt zou worden. Wat belangrijk. Want wat hij. De audio is een beetje slecht van wat je nu hoort. Ik snap ook niet hoe dat kan. Maar ja, goed. Ik denk dat je de audio hoort van het microfoontje. Gewoon van de camera die op een statiefje staat. Heel veel galm en ik kan bijna niet horen. Maar waar het om gaat is dat in de kranten over Pim Fortuyn werd gesproken met een manier die echt niet door de beugel kan. Door de redactie, door de hoofddirecteur, maar ook niet door justitie.
wat toen in deze bladen werd gepubliceerd, zou ieder van ons, als we het nu zouden doen, onmiddellijk een proces voor de rechtbank opleveren. Wegens belediging en afschuwelijk afbraak van iemands persoonlijkheid. Karaktermoord zou dat zijn. Karaktermoord, dat is er gepleegd. Ik wil u nog een paar voorbeelden geven, want deze voorbeelden mogen nooit wegzakken uit ons geheugen. Yep, en nu komen de daders. Onthoud die namen, want zo dadelijk ga ik paintball.perry7.nl oprichten. En deze namen komen erin. In deze eerste klasbladen als Trouw, NRC Handelsblad, kom en lezen wat men van Pim Fortuyn vond. Ik zal even citeren. Men vond hem een relnicht. Men vond hem een vuile, kale, nep professor. Men vond hem een Nederlandse Eichmann, een homofiele racist, een narcistische flikker, een haatzaaiende Maduro-dam Mussolini, met de charme van Heinrich Himmler en de intelligentie van Adolf Hitler. Men vond hem een politieke wildplasser en men wenste hem toe, in het dagblad Trouw, het voormalige christelijke gereformeerde dagblad Trouw, dat hij in de darkroom zo snel mogelijk eens zou oplopen, dan waren we tenminste van hem af. Ik kan nu ook zeggen wat voor mensen die allemaal met elkaar schreven. Dus allemaal... Nou, dit is een reden om dagblad Trouw momenteel te gaan bellen en te vragen aan die mensen daar op de redactie wat ze achteraf vinden van dat ze dit gepubliceerd hebben. We hebben elkaar geschreven door een bekende journalist, Mattie Verkamman, Jan Blokker, Marcel van Dam, Harry Nalkert, Wim Kok. Even terug. Even die namen weer, hè? Hier komen de daders. De handlangers. De coadjutors, op zijn Engels. Amerikaans. Dagblad Trouw. Dat hij in de darkroom zo snel mogelijk eens zou oplopen, dan waren we tenminste van hem af. Ik kan nu ook zeggen wat voor mensen die allemaal bij elkaar schreven. Ze zijn allemaal bij elkaar geschreven door een bekende journalist, Mattie Verkamman. Mattie Verkamman? Jan Blokker. Marcel van Dam. Ad Melkert. Wim Kok. Paul Rozenmuller. Om er maar een paar te noemen. En die eerste was... Overnieuw. Dinges van Kamam? Men vond hem een politieke wildplasser. En men wenste hem toe, in het dagblad Trouw, het voormalige christelijke gereformeerde dagblad Trouw, dat hij in de darkroom zo snel mogelijk eens zou oplopen, dan waren we tenminste van hem af. Ik kan nu ook zeggen wat voor mensen die allemaal bij elkaar schreven. Ze zijn allemaal bij elkaar geschreven door een bekende journalist, Mattie Verkamman. Mattie Verkamman, ja. Dat zal wel. Dit is allemaal gebeurd. Ze hebben Pim Fortuyn eerst in de kranten helemaal afgesabeld. En ja, ik weet ook niet of ik Pim Fortuyn als premier gehad zou willen hebben of zo. Maar we hebben toch een idee met een stembus. Ja, en als het dan goed gaat, ja, dan heb je dus een Pim Fortuyn. Gewoon, na, jij hebt een Pim Fortuyn. Hadden we waarschijnlijk, ja, die JSF niet gehad. Zullen we eventjes opzoeken, tot ik echt de waarheid spreek? Wilke Pim Fortuyn. En dan JSF. Wat had hij er ook weer over te vertellen? Dit komt uit de Volkskrant. Kijk, wat hier staat, ik ga niet even alles oplezen, want het is allemaal ontzettende disinformatie.
aanschaf van de JSF gevechtsvliegtuigen. Maar dit is dus duidelijk. Dit is ook het enige wat ik duidelijk hoef te maken. Dat in de tijd dat Pim Fortuyn... kom joh, werk een beetje mee. Ik pak die kandidaat niet pakken. Dat is ook gek. Aan de andere kant dan. Lukt dat wel? Dat lukt wel. Ja, precies. Wat een gedoe, man. De aanschaf van JSF gevechtsvliegtuigen. Ja, waar gaat dit over? Nou, Pim Fortuyn was niet zo bijster enthousiast over dat hele gedoe met die JSF. Dat hele JSF-besluit was volledig op losse schroeven komen te staan door een overwinning van Pim, schrijft een anonieme gebruiker met de naam Skinny. De JSF, dat is de Joint Strike Fighter. Die wordt geleverd door McDonnell Douglas. Dat ding heet de F-35. Dat is de allergrootste scam van Nederland. Wij Nederlanders zijn veel rijker dan we denken. Joint Strike Fighter. Dit moet hem dan zijn. Hè? Dit apparaat. Het heeft laatst gevlogen van Groningen naar Middelburg of zo. En toen moest hij weer snel in de onderhoudstoestand. Kortom, dat ding dat doet het helemaal niet. Die is voor het eerst op 15 december 2006 gaan vliegen. En Pim Fortuyn, die was dus 4 jaar daarvoor al aan het zeggen van... jongens, waarom betalen we hier aan mee? Want waar slaat dat op? Als die Amerikanen zo graag een vliegtuig willen bouwen... ja, ga lekker een vliegtuig bouwen. En waarom moeten ze naar Nederland komen om te zeggen van... kan je even lenen? En de totale kosten zijn... 1,5 trillion. Dus dat is 1,5 duizend. 1,5 biljoen. Jeetje. En het is een ongelooflijk duur apparaat, man. Dat vliegt voor geen meter. Het idee van de Joint Strike Fighter is dat dat ding alle informatie uitwisselt met alle andere piloten die ook in zo'n ding vliegen. Net als op het internet, dat je met Facebook, weet je, zodat Facebook en dan... Nee, net als zo'n SimCity game. Je ziet gewoon wat iedereen aan het doen is en je denkt, ja... Kijk hoor, requirements, even kijken hoor. Conventional take-off en landing, ja, dat is... Ik kan op een normale manier opstijgen, dat is mooi. Windtunnel, ik krijg een ontzettend Apollo 16 gevoel hierbij hoor. Maar dat er een foto gemaakt wordt van hoe dat ding in de windtunnel getest wordt, ja. Even kijken hoor... Oh, de vicepresident, kijk wat hier staat. De vicepresident van strategie en bedrijfsvoering ontwikkeling voor Lockheed Martin Aeronautica, die voorspelde in 2006 dat de F-35, de Joint Strike Fighter, die zou 4 keer zo effectief zijn dan oudere straaljagers in luchtgevechten. En 8 keer meer effectief in lucht naar de grond gevechten.
En 3 keer meer effectief in het herkennen en onderdrukken van vijandelijke luchtverdedigingssystemen, terwijl ze een veel groter bereik hebben en veel minder onderhoud nodig hebben, terwijl ze dezelfde kosten hebben. Even kijken hoor. Als de ontwikkelingskosten worden ontkend. Ja, dat lijkt me ook wel ja. Als je de ontwikkelingskosten meetelt, dan zijn die dingen echt tering duur. De JSF, dat is onze scam. En we kunnen onze overheid, dus met name dan Wim Kok en al die lui, die kunnen ontzettend dankbaar zijn dat ze ons dat contract door de strot geduwd hebben. En onze omaatjes, die zitten met de rollator, met duct tape. Want de maatschappelijk werker is niet langs geweest, dus die weet ook niet dat die rollator kapot is. En die oma had helemaal niks anders meer als een rolletje duct tape. En die heeft die buurman, maar die heeft het ook aan zijn been. Maar die is er nog naar binnen gestrompeld en die heeft nog een beetje die rollator weten te repareren met duct tape. En iedereen zich maar afvragen, maar waar is die poen toch gebleven? We hebben ons hele leven lang hard gewerkt en waar is die poen? Nou, heb je fijne vliegtuig voor? Ja. Die JSF die heeft laatst toch helemaal gevlogen van Groningen naar Middelburg. Ik zei het net toch al, dat is een geweldige investering geweest. Daarvoor, hoe heet dat ding ook weer? Is dat ook van Lockheed Martin? Dat zat er niet. Starfighter. Dat was ook van Lockheed. Ach, dat is toch erg. Dat ding, dat deed het ook helemaal niet. Die had toen in de jaren 70 eigenlijk zo'n geintje van... De vielen de hele tijd van die Starfighters, die vielen in het IJsselmeer. Dan probeerden ze gewoon te vliegen van West-Friesland, dat is dus Noord-Holland. Dan vlogen ze van West-Friesland, of van Schiphol of zo, of weet ik veel wat. Nee, misschien wel vanuit daar bij Soest in de buurt, hè, of Soesterberg. Gingen ze van Soesterberg gingen ze naar weet ik veel, vliegveld ergens in Leeuwarden. En dat haalden ze gewoon niet. Dat waren die Starfighters. Iedereen lachte zich helemaal suf, die apparaten, die deden het gewoon niet, man. Die waren zo onstabiel als ik weet niet wat. En trouwens, waar heb je zo'n ding voor nodig? Hoe geef iedere Nederlander een Kalashnikov en ik heb geen leger nodig, hoor. Ja, sommigen natuurlijk een Luga of zo. Hè. Kom, we luisteren even naar professor Dr. B. Smalhout en dan gaan we het eventjes hebben over Volkert van der Graaf, wat ik daarvan weet. Jan Blokker, Marcel van Dam, Ali Melker, Wim Kok, Paul Wolfsmuller, om er maar een paar te noemen. En allen van deze mensen behoren tot onze sociale bovenlaag. Het werd dan ook geen verwondering dat als op dat niveau iemand gediaboliseerd wordt, dat het leidt tot een moord. Die moord die is dus al die jaren toegeschreven aan Volkert van der Graaf, waarvan niemand zich afvraagt hoe het mogelijk is dat hij vanaf die eerste dag de beschikking kreeg over bijna 3 uitermate kostbare advocaten, terwijl hij zelf moest leven van een uitkering. Hoorde je dat? Volkert van der Graaf, die had 3 advocaten bij zich, die ondersteunden hem, begeleidden hem, en Volkert van der Graaf zelf leefde van een uitkering. Hé, dat is apart. En dat hij voorkeursbehandelingen genoot overal. En dat hij zelfs nu nog zo wordt beschermd dat het de pers verboden is om zijn naam te vermelden. Hij wordt nog steeds overal aangeduid met Volkert van der G. Terwijl de dag na de moord zijn volledige naam al in de buitenlandse pers geheel vermeld. Volkert van der Graaf, heet hij. Dat is het ook nog. En nu komt het boek van Tine Vee. Iets heel bijzonders. Iets heel bijzonders. Ik kan nog even iets vertellen over Volkert van der Graaf.
Volkert van der Graaf die heeft in Wageningen gestudeerd. Net als ik. Even over terug. Ik zal nog. Hij heeft in Wageningen gestudeerd. Hij was na mijn tijd. En het vreemde is. Hij was dus een milieuactiviste. Een milieuactivist en voor dierenrechten. En tijdens zijn proces heeft hij verteld dat hij Pim Fortuyn heeft gedood omdat hij vond dat hij misbruik maakte van Mohammedanen. Dat hij Mohammedanen gebruikte als zondebok. En dat hij het gemikt had op de zwakke leden van de samenleving. Opdat hij politieke macht zou verkrijgen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat heeft Pim Fortuyn nooit gedaan. Pim Fortuyn heeft stilgestaan bij het feit dat mensen die weinig taalontwikkeling hebben, die vertonen eerder gewelddadig gedrag. En dat houdt een samenleving achter in ontwikkeling. Het heeft geen enkele zin als je. Stel je hebt een burenconflict. Je buurman heeft een of ander ding neergezet en je hebt er last van. Nou, dan moet je gewoon even rustig kunnen praten met je buurman. En als je goed kan praten, als je een goede taalbeheersing hebt, dan overtuig je je buurman wel. En dan komt alles goed. Ja. Als je die taalbeheersing niet hebt, ja, dan, en je wilt toch je zin doordrijven. En dat wil je natuurlijk, want je wil gewoon je zin. Ja, en dan gaan mensen meppen. Met de vuist op. En dat levert een achtergebleven gebied op. En die mensen moet je gewoon taal leren. En liever geen Engels, en liever geen Frans, en liever geen Duits. Nederlands. Dat lijkt me een goed idee. Dat lijkt me een goed idee. Nou, nog even een stukje professor Dr. Beesman. Ik had een exemplaar gekregen van de uitgever voor die tijd om me erin te oriënteren. En ik was verbijsterd. En u zult ook verbijsterd zijn als u straks leest. Want het is voor u heel gemakkelijk te verkrijgen hier in deze zaal in de hoek. Ligt het ter beschikking, kunt u daar komen. Ine Veen, die helemaal niet opgeleid is om zulke soort boeken te schrijven. Zij van huis uit is ze ballerina en ze actrice. Maar ze is bij het schrijven van dit boek opgetreden als een volledige researchjournaliste. En ze heeft honderden, zo niet duizenden gegevens boven water gekregen. En een boek geschreven dat uitermate goed gedocumenteerd is. En zo zag ik tot mijn verbijstering, dat wist ik zelf niet eens, dat er naar alle waarschijnlijkheid een tweede moordenaar is geweest, waarvan ze zelfs de naam vermeld, een zekere Abu Fatah, een Libanees. Die moordenaar van zijn vak was. Een moordenaar. Dat is het verhaal. Want hoezo kan een Volkert van der Graaf, die toen in Wageningen studeerde, en hij was lid van de vereniging Milieuoffensief. En die kende ik. En we kenden ook Milieudefensie. En ik werkte zelf, of werkte, ik studeerde, neem niet overdrijven. Maar ik studeerde aan de Landbouwuniversiteit, Landbouwhogeschool. Op de richting N42, dat is milieuhygiëne. En mijn specialisme was luchthygiëne en verontreiniging. Dus ik had alles te maken met milieu. En ik kende die mensen van Milieudefensie. En dat waren allemaal van die geitenharen sokkenlui. Allemaal vegetarisch. Die leefden in communes. Die hadden dan ergens een kotje. En de rest van de studenten, ik dus ook, we zaten in de reguliere flats. Maar je had allemaal van die outcasts. En die zaten overal. Een of andere vader had een huis. En dan werd helemaal betrokken. Dan zaten ze met z'n allen in. Allemaal rooibos thee drinken. Kenden ze wel.
heel erg eco. Hè? Maar echt eco. Echt eco. Gewoon geen gezeur eco. Die mensen die verbouwden ook hun eigen groenten. Niet dat ze er helemaal van konden leven, maar ze hadden wel hun eigen groenten. En dat was milieudefensie. Dat waren zachtmoedige, ik kan zeggen, het waren eitjes of zo. Hè? Een beetje poesies. Maar niks mis mee. En milieuoffensief, dat is een ander ding. Dat is een ander begrip. En Volkert van der Graaf, die was daar dan van. Oh, ja joh. En hij is dus vanuit Harderwijk, waar hij woonde toen in die tijd. Hij was kennelijk toen al weg vanuit Wageningen. In 2002. Heeft hij zijn vrouw en zijn kind in de steek gelaten. En dan had hij een handwapen bij zich. Ik zou echt niet weten wat voor een handwapen dat was. En hoe die er aangekomen is. Hoe kom je tegenwoordig in Nederland aan een handwapen zonder dat iemand je verlinkt? Ik zou het echt niet weten hoor. Ik ben bij de Arnhemse schietvereniging geweest, maar daar gaan ze toch echt niet van die handwapens uitreiken. Dat ben jij gek. Dan krijg je eerst een verklaring omtrent gedrag en daarvoor die tijd moet je een, ik weet niet hoe vaak, geoefend hebben. Dan gaan ze je helemaal inspecteren of je wel totaal niet psychisch gestoord bent. Zat Volkert van der Graaf bij een of andere schietvereniging? Heeft u dat ding gekocht in België? En zo ja, van wie? En waarom zou die Pim Fortuyn dood willen schieten? Hij was toch gewoon veganist? Een dierenactivist? Wat zou je dan... Pim Fortuyn heeft nog nooit een moslima een hoofddoek van het hoofd gerukt of zo. Hij zei alleen maar van... Het kan een stukje vreedzamer. En dat had vooral te maken met het feit dat die integratie tussen die mensen uit Noord-Afrika en Saudi-Arabië en noem het maar op. Het gaat niet heel makkelijk hoor. Het kost ons echt geld. Het heeft onze economie lam gelegd, zo goed als. Allerlei winkeltjes die verkochten producten en dat vinden die Arabieren, die Koerden, die vinden dat helemaal niet lekker. Die kopen die dingen allemaal niet. Het is allemaal viswinkels en dicht. Allemaal weg. En dat heeft Pim Fortuyn heel goed ingezien, dat drama eraan kwam. Dat hebben ze mooi omgelegd. En die Volkert van der Graaf, ik weet er natuurlijk niks van. Ik heb er geen YouTube-film van gezien, ben jij gek. Maar wat ik vermoed, is dat ze Volkert van der Graaf, die had dus een boswachter namelijk vermoord. Zal ik even erbij pakken, voor de zekerheid. Moord. Dan spijt, laat die maar even kijken. Dat is deze man, ja. Dit is waarschijnlijk gebeurd. Dit heeft iemand opgeschreven. Dit is een onbetrouwbare bron hoor. Dat is gewoon een of andere website. Misdaadjournalist.nl. Maar dat zou Volkert van der Graaf gedaan hebben. Het zou zomaar kunnen. Ja. Want waarom word je lid van Milieuoffensief? Wat... Oké, de ammoniakreductieplan. Ammoniak, dat komt van de vee-industrie.
Maar dit zou dus het ding zijn geweest dat Volkert van de Graaf, die heeft Chris van de Werken doodgeschoten. En dat heeft justitie onder de klep gehouden. En op een dag gingen ze naar Wageningen toe. En dan gingen ze aankloppen bij Volkert van de G. En toen hebben ze hem die gun gegeven. Of hij had er dus al een, maar toen had hij een gun. Maar ze zeiden tegen hem van, ga jij Pim eens even pakken, jongen. En Volkert van de G, die dacht, ja, ik word de held van Nederland. En voor alle zekerheid hadden ze een tweede man. En dat was een echte professional, een lange afstandsschutter. Nou, en de rest was eitje pijtje. Ze tegen Volkert van de G hebben ze gewoon kunnen zeggen, je moet zo en zo laat, moet je die en die trein hebben, moet je daar uitstappen, je loopt er zo naartoe en dan ben je daar, ben je 10 minuten van tevoren. En dan komt Pim naar buiten, dan doe je pief, poef, paf. En onderwijl had je gewoon een professional klaar liggen, maar bovenop het elektriciteitshuisje. Gewoon een mooi plekje. Want die plek waar je Pim Fortuyn wilde gaan pakken, die kon je zelf uitzoeken. Want Pim Fortuyn zat de hele tijd persconferenties te doen. En die liep gewoon totaal onbeschermd in de rondte. Je had hem overal kunnen pakken. Het enige wat je hoefde te weten was zijn agenda. En Pim Fortuyn had niet moeten zeuren over de JSF. En niet moeten zeuren over immigratie. En niet moeten zeuren over dat milieuschandaal met een of andere verfsoort of zo. Dat is ook nog wat mee. Allemaal dat soort dingen. Als hij daar zijn mond over had gehouden, ja, dan hadden wij een mooie Donald Trump gehad. En niet zulke goede hairdo als Donald Trump, want dat had Pim Fortuyn niet. We hadden net zo'n clown gehad. Aan de andere kant, als hij nog geleefd had, dan ja, was hij ook wijzer geworden. Dan had hij het ook gesnapt. Van ja, Nederland wordt genaaid door het systeem waarvan hij de premier is. Ja. Dus hij dus de hoofdnaaier van ons. Het was denk ik nooit goed afgelopen. Hij was altijd John F. Kennedy, vroeg of laat. Tenzij hij zich teruggetrokken had, had hij zijn eigen leven kunnen beschermen. Maar ja, wat voor een eikel krijgen we dan? En we kregen naar Pim Fortuyn, kregen we Jan-Peter Balkenende. Nou, dat was echt een hele grote opluchting voor Nederland, zeg. En dat is het dan. Wordt er gewoon een van onze premiers, toekomstige premiers, worden gewoon vermoord. En wij denken, ach, het is maar wat, het is mooi weer een volgende dag. Maar niet iedereen hoor. Ik weet dat er mensen zijn die het echt heel jammer vinden dat dit gebeurd is. En ik weet ook dat er mensen zijn die vinden dat het gewoon niet mag. Je mag niet zomaar iemand vermoorden. Wat is dat nou? Nog even naar professor dokter Bob Smalhout luisteren. Volkert van de Graaf was dat niet. Volkert van de Graaf was een sociale mislukkeling die niet eens behoorlijk kon schieten. Aan van dag wel. Dat was een professional. Dat wist ik dus niet. Maar de eigenlijke killers, dat waren niet de mensen die de trigger hebben overgehaald. Dat waren de mensen die ook geen kruisspoor op hun handen hadden. Dat waren de mensen die aangeduid worden door Ingeveen, staat in de titel, met de kroon. Moord namens de kroon. Ja, the crown. Ik zal hem eventjes bij de pakken. Want wat is, als ik nou gewoon de kroon opzoek? Hè? Nee, doe ik gewoon. Waar kom ik dan uit? Ach, het is een tv-serie.
bij de kroon. De kroon, dat is de papacy, dat is het pausdom. Ik vind het niet zo 1, 2, 3. De kroon en paus. De tiara van de paus. En hij is op paus de zesde. Dat is een hele mooie, vind ik. Dit is de kroon. Jeetje. Francis Spelman zat hier ook in. Nou. Dat is die man van de Vietnamoorlog. Leuk zeg. Maar zo is het dus afgelopen met onze Pim Fortuyn. Net als John F. Kennedy en Abraham Lincoln. Dat is ook een Amerikaanse president, maar dan het 19e eeuw. Die is omgelegd door de kroon. Pief, paf, poef. Er zijn ook heel veel vergiftigd. En iemand als A.A.M. van 8, die is nog in leven. Die moet wel binnen de lijntjes kleuren. En Maxime Verhagen, die moet ook precies alles goed doen. Dus er zijn er nog wel meer hoor. Als je gaat kijken naar de Nederlandse politiek en wie er allemaal meedoen met het katholicisme, ik denk 80%. En met de kroon bedoelt Ineveen niet de koninklijke familie zozeer, maar ze bedoelt de politieke bovenlaag van onze bevolking, de gezagsdragers, de politici, de hogere managers, die vreesden voor hun positie als Pim Fortuyn ooit aan de macht zou komen. Ja. Kijk, de hogere macht. Pak even het volgende begrip erbij. King of Kings. Wie is dat? Wie is de koning der koning? Wie is dat? Wie is dat per decreet? Hier achter zitten. Zie je hem? Dit is Benedictus de 16e. Dus dat niet uit 1302. Maar in 1302 heeft een paus niet toegegeven. Hij heeft dat per decreet afgekondigd, per boel. Hij is de koning der koningen. Als je ooit wat te klagen hebt over oorlogen. Ik denk van, ik wil naar die meneer toe die al die oorlogen maakt en al die presidenten doodschiet. Dan moet je hier zijn. Die man in die witte jurk. Dus nou weet je waar je naartoe moet. En ik ga naar de snackbar. Ik ga nog wat eten. Hey, dank jullie wel dat jullie hier naar geluisterd hebben. En op zijn hamburgers zeg ik tjus.